Hess Corporation zoekt partners voor blok 59 in het Surinaamse zeegebied, nadat ExxonMobil en Equinor hun belangen in juli 2024 aan Hess hebben overgedragen. Hess heeft tot juli 2025 de tijd om een partner te vinden om verder te verkennen en de volgende fase van de exploratie te starten. Staatsolie verleent Hess via een productiedelingscontract de rechten voor exploratie en productie, waarbij Hess de kosten en risico's draagt. Het blok van 4400 vierkante kilometer ligt in diep water en werd oorspronkelijk gezamenlijk beheerd door ExxonMobil, Hess en Equinor. De winnaars van de Natuurkunde-Olympiade in Suriname werden op 13 augustus 2024 bekendgemaakt aan de Antetokounmpo Universiteit. Iva Tunai, eerste plaats, en Rafael Elliot op de tweede plaats, die waren de topwinnaars. Hoewel Suriname normaal gesproken deelneemt aan de internationale natuurkunde-olympiade, werd deelname dit jaar gemist vanwege veiligheidszorgen in Iran. De focus ligt nu op de olympiade in Parijs in 2025, waarvoor 33 studenten worden voorbereid. 5 van hen zullen Suriname vertegenwoordigen. Een nieuwe muurschildering op de zijgevel van het Belastingkantoor aan het Kerkplein werd op 13 augustus 2024 onthuld, als onderdeel van het PURP-programma. De mural, ontworpen door jonge Surinaamse kunstenaars onder leiding van Fabien de Randami, weerspiegelt de tropische cultuur van Suriname met afbeeldingen van lokale vogels en planten. Tevens is in juli 2024 de PURP Grand Expo geopend in Buiten Sociëteit het Park, waar alle projecten van het PURP-programma te zien zijn. De expositie is gratis te bezoeken tot 22 november 2024 en open op maandag, woensdag en vrijdag.